hier is heel warm. Maar hier zitten de tosai. Dus gaan kijken. Isa. Wat verwacht je bij Isa? Zet maar in de comments. Wat is het eerste wat ik wil zien? Isa. Wat gaan we zien? Oh, lege bakken. Hier is het mooi, helemaal niks. Maar het is wel een mooi groot stuk. Hier zit iets. Onder die prikkel. Het eerste, de eerste vis die ik zie, en ik had niet anders verwacht bij Isa, is een Showa. En een dikke Showa. Kijk, het zal er iets beter op voor krijgen nog. Dit is meteen al dat je denkt, wow. Er zit hier maar één vis in. Dat is wel een hele mooie. Maar er zijn nog meer. Er zijn er meer hier. Ga eens gaan kijken. Het is best een grote farm ook, Isa. Ook hier. Zout en voer. Overal best een grote farm. En dit zijn wel hele mooie bakken, moet ik zeggen, deze kant. Netjes overzichtelijk. Gozanken wil je zien? Er zijn eenmaal gozanken hier. Inderdaad, heel veel Showa. En dat maakt een takkenherrie, al die trekkels. Ik heb zelfs geleerd dat ik kan roepen wat ik wil. Jullie horen me toch niet. Misschien als ik het geluid heel zachtjes zet en zo hard tegen jullie schreeuw, zeg maar, dan hoor je nog wat. Nou ja. Isa Showa. En zo wordt het gefilterd. Trikkel, trikkel, trikkel. Of ja, bakkie, of weet ik wel zeggen. Trikkel of bakkie. Moet je zelfs dus wat je wil. Er gaat een hele grote hoeveelheid water door. En het is duidelijk dat ze hier beluchting hebben. En uiteindelijk worden deze kleine visjes dit soort vissen. Dit soort vissen zijn dan wel echt adembenemend mooi. Ik zit hieronder, dus bijna. Showers, eh?
zo heel apart. Een soort hele korte, dikke showa. Een hele aparte. Dus ja, is een koi farm, trikkel, bakkieshowers en waanzinnige showa. Het is een grote farm, zie ik meteen. Heel veel water, maar ik zie nog heel weinig vis. Ah. Dit lijkt er meer op. Heel warm, maar hier zitten de Tosai. Tosai Showa. Heel veel herrie, dus je zal wel niet horen wat ik zeg. Maar zo'n kooihuis, het is hier echt, nou, ik tegen de 30 graden binnen. Allemaal die voermachines. Tosai die duidelijk hier regelmatig eten krijgen. Tosai. Hoi. Ik zie hier wel al meteen Tosai langskomen hoor. Ik denk nou, dat is mooi. Kijk, hier is net wel gevallen. Dat komt behoorlijk uit. En helft drijvend, helft zinkend. Ook opvallend. De helft drijft, de helft zinkt van dit voer. Het zijn twee voeren door elkaar. Heel duidelijk te zien.
Zo, er komt een partij voer uit, man. Blijf maar komen. Deze vijver, denk ik, zitten de allergrootste bessenvissen. Tenminste die ik hier heb gezien vandaag. Ik ga even langer filmen, kijken of dat ze er mooi langskomen zo. Maar ja, dit is wel echt... Hier gaat je show al hard wel harder van kloppen. Danici, wat heeft Danici? Danici heeft ook alleen maar troepen zwemmen volgens mij. Dat is ook alleen maar. Oké. Ja. Echt? Beter is dit? Het zijn de befaamde bakkieshouwers. Ook hier weer veel herrie. Ik heb geen idee of je me hoort. Maar bij Danici zegt Michael hoe ver hij in acht loopt de grote ze worden. Nou, dat gaan we zien. We hebben niet veel tijd, heb ik begrepen. Helaas. Het is wel een mooie dus om nog een keer terug te komen naar Japan. Dan gaan we meteen naar de grootste bak toe lopen dan. Zo, het kan nog groter dus. Zit je bijna te smeken op een paar korrels? Ja. Ja. Oh, wat een vis, hé. Niet normaal, wat een bouw. Wat een breed beest. Het zijn geen kooi meer. Het zijn walvissen. Walvissen, ja. Zijn echt jongen. Je ziet hier zoveel rookwit zwart dat je niet meer weet welk rookwit zwart je moet naar kijken. Ja, echt. Zoveel goede vissen. Ja. Ja, voor dit soort vissen zou ik mijn huis kunnen kopen, zeg maar. Of in de buurt.
De top van de top. Welkom in Japan. Of eigenlijk, tot ziens in Japan. Ja, hoe werkt dit? Nou. Voor de geïnteresseerden, zo werken die bakkersjouwers. Er komt geen eind aan mooie vissen hier. Het houdt niet op. Elke bak waar je kijkt zie je schitterende vissen ontzwemmen. Er is zoveel beweging in het water dat je het amper kan zien, dat is jammer. Maar, tenminste, althans denk ik op video, ik kan het prima zien. De? Kijken, kijken, niet kopen. Ja. We moeten gaan. Helaas, helaas. En zo komt mijn avontuur hier tussen de vissen van Isa en Dainichi tot een eind. Erg jammer. Het zijn fantastische vissen. Ik heb veel te weinig tijd. En ik hoop dat jullie het toch een leuk filmpje vonden. Tot de volgende keer bij de School of Koi.